We beginnen met Wat praat wat over Zwarte Piet. Dan zijn ze al bezig sinds maanden met de discussie over de Zwarte Piet. Maar wat vind jij er nou eigenlijk van? Ja, een beetje overtrokken. Ik bedoel, het is 100 jaar oud. En ik vind het een beetje ver gezocht. Ik heb dat argument wat de mensen naar voren brengen die het niet willen. Zo heb ik het echt nooit gevoeld en ook zo nooit over nagedacht. Het mag voor mij nu wel afgelopen zijn. Het is voor de kinderen, niet voor volwassenen. En de volwassenen die maken er zo een hijs van. Is pas nu heb je mensen die opkomen met, voor hun gevoelens. Tegenwoordig komen ze witte pieten, maar ik heb alleen maar zwarte pieten gezien. Ik had niet op mijn kleurtje. Ik voel me boven alle zwart, blauw, paars. Ik ben van de jaren 60, 70. Weet je, wij zijn zeer loud. I'm black and proud. Er is niks Zwarte Piet, Sinterklaas of wat dan ook die mij een gevoel geeft van minwaardigheid. Nooit. Snap je dat mensen zich aangevallen voelen, zwarte mensen? Nou, ik denk het niet. Ja, het kan wel. Ja, ik weet niet. Als er een hele grote groep is die daar niet tegen kan, dan zou je om tegemoet te komen gekleurde Piet kunnen noemen in plaats van Zwarte Piet. Noem hem dan gewoon Piet. Nee! Die nadruk moet opgelegd worden. Zwarte Piet. Hij is zwart. Ze zeggen niet witte Sint. En waarom heeft die Kroes haar dan? Omdat hij gewoon krullen heeft en donker haar heeft. En door de schoorsteen, door het smeer, krijg ik krullen. We hebben geen schoorsteen al lang niet meer. We hebben stadsverwarming. Dat is het verhaal van de dag hier. Daar ga ik niks over zeggen. Waarom niet? Nee, ik ga daar ook discriminatie. Het is voor die kleintjes toch een bedoeld. Kijk, als een paar homo beginnen te schreeuwen en zeggen van we voelen gediscrimineerd, is de hele wereld te klein. Nu zijn een paar mensen die zeggen, luister, elk jaar worden we geconfronteerd met iets. Dus als die blanken vinden, het is een non-discussie en mensen zeggen, het is een kinderfeest, maakt niks uit kleur, waarom moet dan die persoon toch zwart zijn? He, anders moet het dan een roze Piet of een blauwe Piet heten. Het gaat erom niet om een donker, dat iemand een donkere huid heeft. Dat dan zeg maar als een scheld wordt naar buiten gebracht. Zo is het niet. Dat moet ook kunnen. Ik snap niet goed waar het over gaat. Want de meeste donkere mensen hebben er helemaal geen problemen mee. Bij een collectie, hè? Dan zie je meestal zwarte Pieten. Allemaal met die collectebus. Kom jij aan, Centraal Station, als zwarte. Die blanken voelen zich ongemakkelijk. Ze komen, ze weten niet wat ze moeten doen. Ik word er doodziek van. Ja, ik heb een mening, ze moeten van ons cultuurgoed afblijven. Ja, dat meen ik hoor. Het is al zo lang en dan denk ik, waar praten we over? Hè? Onderling discrimineren ze ook. We discrimineren eigenlijk allemaal. Hè? Maar de licht en de donkere discrimineren. En dan denk ik, waar praten we over? Zelf als je vraagt aan de mensen hier ook, hè, die zeggen van... Bespottelijk. Zwarte Piet moet gewoon blijven. Voor mij is dat al jaren dat gewoon Zwarte Piet moet zijn en niet geen Roze Piet. Nou, ik heb er echt niks met die Zwarte Pieten. Waarom niet? Ja, waarom wel? Je komt aan en je ziet een horde van die aapjes te springen. Alleen maar die blanke is waardig. Waardig, ja. Mijn naam is Sinterklaas. En je hebt alles wat Pieter. Je hebt één Sinterklaas. Maakt niet uit. Het is leuk voor de gezellig voor de kinderen natuurlijk. Hè. Yeah. Zwart of wit, maakt niet uit. Allemaal mensen, allemaal kleuren. Ik vind dat even mooi. Zwarte Piet, gewoon met oorbellen hoe die hoort, zo moet hij blijven. Het is al een eeuwenoude traditie om zo Sinterklaas te vieren. En dan maken ze zo'n heisje van in één keer. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar... Wat ik merk, die Zwarte Pieten worden meer. Miljoenen. Maar die Sinterklaas is één witte man. Die blijft over 1000 jaar blank. Met die homo-discussie, als men in Amsterdam zegt, ja, ik word gediscrimineerd, van burgemeester, van de land, tot allemaal. Maar die zwarte mag niet eens zeggen, ik voel me, luister, het is een gevoelskwestie. Ik voel me gediscrimineerd. Dat wil niet zeggen, ik ben gediscrimineerd. Ik weet het niet. Ik vind het heel erg vervelend worden. Ik snap ook wel, misschien dat sommigen, dat die, ja... Natuurlijk, als dat ingeboren zit, dat het een rotgevoel geeft, snap ik ook wel natuurlijk. Want natuurlijk wat vroeger gebeurd is ook schandalig, dat snap ik ook wel. Dat kan natuurlijk niet. Iedereen is gelijk. En soms snap ik het wel dat het ene daar zich druk over maakt. Zwarte Piet. Alle folders. Maar ik kan niet eens zeggen Piet.
maak hem waardig. Zeg, hij is Piet. En dat hij zwart is, oké, dan zie je hem. Nee, het moet onderstreept zijn, Zwarte Piet, fucking Black Piet.